De afgelopen week is er veel werk verzet door de vrijwilligers van het Burgerbos in Bezel. Op een terrein bij Ronkenstein kunnen burgers zelf een boom planten. Met de familie of met de straat. En ook verenigingen en scholen doen met. In de meeste gevallen is het om een speciale gebeurtenis te herinneren. Afgelopen zondag ging voor het eerst de shop de grond in en werden de eerste boom geplant. Dat gebeurde onder massale belangstelling. De burgers zijn dan noem het bos nog wat? Noem het bos nog en de burgemeester nog, die moet nog even komen. Volgens mij heb ik haar al gezien. Ah, dat is gelukkig maar, dan kunnen we zo meteen beginnen. Wat gaat je precies doen in de opening? Een paar korte toespraken om uit te leggen waar het bos verdient. En dan de mensen welkom heten natuurlijk. En een beetje uitleggen wie dat ze in de boom moeten planten. En dan hopen we dat alles goed komt. Kennen de mensen aan de slag, de burgers het bos in? Absoluut, ja. Na de officiële opening was het dan echt tijd om de heino te moeren te steken. Alles ding klaar. De mensen die in de boom hadden aangeschaft, hoefden alleen nog maar even een gat te graven, de boom te planten en deze vervolgens voorzien van water en twee peul die de boom rechtop moeten haaien. Burgemeester, dat is niet de eerste boom die je geplant hebt, hoorde ik. Nou, maar dit is wel een echte grote, moet ik zeggen. Dus daar hebben we wel echt assistentie bij nodig, zoals je ziet. En ik doe weer het zwaarste werk, hè? Dus we hebben het goed geregeld. Met wem zit je bijeen vandaag? Ja! Met de kamer Roman aan. Met de kamer Roman aan. Met een heel straat. Ja! Ik wou zeggen, dat is een lang straat. Maar, ja, dat vind ik zo. We hebben een straat. We hebben een straat via gehad. Oké. Okay. De overbrengsten van Burgerbos. Met wem zit je bijeen vandaag? Nee, met de familie Zegers. Ah. Dus, heel familie bijeen? Ja, niet allemaal. Er zijn er een paar die achter zijn gebleven, maar ja. Ja, maar daar niet. De meisjes zijn niet. En daar nu te moe steken. Hè? Zo is het. Wij laten de jongens werken. Verkijken of ze het goed doen. Zo moet het ook. Ja. Vind je het mooi dat het kind? Ik vind dat een heel mooi initiatief, want ja, goed, het is op een gegeven moment en weer een families aaier en alles. En de ongehaard van de graven, dat stuurt er dan wel eens bij in. En dan heb ik zo gehad van, daar kan iedereen op zijn eigen manier mee omgaan. En heer, gewoon wanneer dat er zelf wil. En ja, wat wil ze nu nog beter herdenken als midden in de natuur? Dat is toch prachtig. En een prachtige boom, hè? Ja, we hebben een lindeboom. Het is de boom van de liefde, dus dat kan helemaal niet kapot. Veel leeft die bier in de familie? Toon, ik heb dat hier in de hei. Ja, maar dan doen we dat eigenlijk nog bij. Alles. Maar de andere helft moet ze nemen. Ja. Dat gaat er echt. Dat gaat er, ja. Ja, dat is... Ja. Nu draaien. Ja, hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa! Teamwork! Yeah. Ja, zo'n groen aanstond! Het gaat dus, Dave! Dat is precies goed! Het gaat van 18 moerzaad. Kunt ging 18 moerzaad. En vooral hebben we dus ook zo'n boom pakken. De gebuurde Elt is het volgens mij. Op de S-doorn, hè? De gebuurde S-doorn waren het, ja. Dus maar dat de kunstenaars ook in de boom kunnen. Ja, doe ze voor. Nou, we zitten binnen een bumpje weg, ja. Op alle mogelijke gebied. Bij de boom staan bordjes geplaatst. Mensen die een boom kopen kunnen zelf een tekst verzinnen die hierop komt te staan. Het lezen van al die teksten op die bordjes is al op de eerste dag een geliefde bezigheid. Jullie zijn het zonnetje in ons leven. Daarom planten we voor jullie met veel liefde samen deze boom. Opa en oma Zaglam. Mooi. Mooi, hè? Ja, mooi. Niet gedacht. En gaat het lukken? Ja. Met wem zit je hier vandaag allemaal? Met de school. Bosdaal. Omdat een klein meertje van 4 jaar is overleden aan kanker in groep 1-2. En en daarom potten we deze boom om aan dat meertje te denken. De vrijwilligers met de groene huisjes kunnen niet wachten om het Burgerbos helemaal te gaan aankleien. Nadat de entree al mooi in orde is gemaakt, moet er nu nog een wandelpaad komen langs de boom. De gemeente Bezel wil eigenlijk dat de initiatiefnummers eerst het halve perceel klaarmaken. Maar dat zijn de vrijwilligers niet zitten.
Dit wordt eigenlijk een heel mooi bos, een parkachtig bos. Alleen ja, dit vind ik dus jammer. We moeten nog een paad aanleggen. Dit is zeg maar de platte grond. En we hebben op het moment hebben we alleen maar het eerste stuk. De helft zeg maar, van dit gedeelte van het bos hebben we tot onze beschikking. En ja, het is, we moeten proberen toch de gemeente zover te krijgen dat we het pad zeg maar, voor helemaal aan kunnen liggen. Want anders moeten we met een klein stukje beginnen. En het is natuurlijk jammer als mensen met een rollator of een rolstoel, of gezeten, dit is een beetje hobbelige terrein, dat zien we bij een boom kunnen komen. Dus dan is nog werk aan de winkel voor onze stichting. Ja, goed zo! Water duidt de bos leven, dus er moet ook pomp zien met water. En de pomp, zoals ze hier staat, blijft ook altijd zo storen. Heb je gedeeld met de boren ervoor? Volgens mij in een meter of 50 en zit hij toch wel. Maar dan moet je even een slag om de arm rijden, want de Seifla en Jossie dat trein weer doen. En ja, die hebben het water moeilijk geworden. Dus nu nog een beetje troebel. Maar het geeft, omdat we een gieterke vol maken. En zo zit het. Het geeft vanzelf zo'n beetje. Allemaal kaas! Ik ben trots en blij. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar ik ben er erg trots op. En ik hoop dat er nog een paar jaartjes komen. Dat we hier nog met de rollator kunnen komen. En fijn en gezellig met elkaar even dit gedenken. Met de familie hier? Ja, onze Gemmie is en Rian, dat, zijn dus dat is mijn schoondochter. Dat is onze zoon. Wij zijn samen één familie. We wonen op Bosdijl. Oh, ja. Ja. Ben je op het idee gekomen om dit te doen? Nee, hier onze Gemmie. Daar staat ze. Die is toch goed bekend, hè? Dat is een hele bekende dame, moest je niet vergeten. En die heeft het naar voren gebracht. En wij hebben gezegd, nou, dat zou leuk zijn. En dat is fijn. Dat hebben we ook nog nooit zo meegemaakt. Het is dus iets wat voor de kinderen nog leuk is. En voor onszelf ook. Hè? Ja. En deze mensen die hier allemaal zijn, alleen maar blije gezichten, kan niet anders zijn als met leuke herinneringen gaan die naar huis. Dat denk ik ook. Dat denk ik. We hebben al heel wat aanmeldingen binnen voor het najaar. Dus als er mensen zien die nog een boom willen bestellen, wacht dan niet te lang. Even wachten, hè. Hier deze kant op komen. Vijver heeft alweer een bijzonder initiatief bij. Het Burgerbos is nog op zoek naar vrijwilligers die op plaats van meneer dan ook kunnen helpen.